Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Raadsleden heb ik gezien in grote getalen. Steunfractieleden, onze wethouder. Ik zie diverse ambtenaren aanwezig en ook andere belangstellenden. En als verrassing is omroep Dommeland aanwezig. Dus welkom iedereen. Wat gaan we doen vanavond? Er staan twee onderwerpen op de agenda. We starten met de welstandsnota en daarna vervolgen we de avond met het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, nummer 5. Even nog terug naar vorig jaar, op 16 september, hebben we een workshop gehad over de welstandsnota. We hebben toen heel veel algemene informatie gekregen en daarna hebben we in groepjes over allerlei onderdelen van de nota gesproken. Het doel destijds was om input te krijgen voor de richting van de nieuwe welstandsnota. Daarna hebben we in december een raadsinformatiebrief gekregen met informatie over de workshop, een beetje wat er uitgekomen was en het te volgen tijdspad. Met de opbrengst van de workshop is Jan Bruin van Poederrooie Compagnons aan de slag gegaan. Zowel de welstandscommissie als een aantal Bokselse architecten hebben de conceptnota, die nu klaar is, al voor ons bekeken. Daar gaan we mee aan de slag vanavond. Als eerste zal Jan ons bijpraten over de nieuwe welstandsnota. Na zijn presentatie is er gelegenheid tot stellen van vragen. Daarna zal Paul Segers de visie van de welstandscommissie op de conceptnota toelichten. En ook hier krijgt u gelegenheid tot stellen van vragen. Als laatste zullen een aantal Bokselse architecten hun visie op de nota toelichten en die zullen zichzelf voorstellen. Dan wil ik vragen of Jan de avond wil starten. Ook goedenavond van mijn kant. We hebben inderdaad in een vergelijkbare samenstelling, misschien niet helemaal, maar inderdaad vorig jaar om deze tijd met elkaar gepraat. Ik heb uit die avond input meegekregen en met name ook uit de raadsinformatiebrief die daarna kwam. Dat is als het ware mijn handleiding geworden om het informele concept wat we toen al hadden. Ik heb het concept, of tenminste dat verhaal vorig jaar, ook niet zo uit de losse pols gehouden. Maar dat heb ik ook aan de hand van een, het mocht toen nog geen concept heten, maar toch een eerste vingeroefening, aan u voorgelegd. Daar heeft u op gereageerd. En vervolgens heeft dat weer geleid tot het verder uitwerken tot een, wat dan wel een concept mag worden genoemd. We starten vorig jaar met de bestaande vigerende nota, waarvan u hier de kaft ziet. En waarvan, de gemeente ook in een evaluatie met de raad tot het oordeel kwam dat het dat hij sowieso vernieuwd moest worden, want hij dateert alweer van 2008, maar dat hij eigenlijk ook wel wat anders zou mogen. Een gedegen product geworden, professioneel ingezet, zeer genuanceerd, zeer gedetailleerd ook. En het is omdat hij zo genuanceerd en zo gedetailleerd is ook een vrij dik rapport geworden, waardoor de leesbaarheid en het gebruiksgemak ervan enigszins onder druk staat. Niettemin kwalitatief zeer hoogwaardig en een uitstekende basis voor een actualisatieslag waar we nu mee aan de slag zijn gegaan. En de opdracht vanuit de gemeente was dan ook van maak hem eenvoudiger, maak hem duidelijker daardoor. Beperk je tot de hoofdzaken. Er waren nog een aantal meer gedetailleerde uitgangspunten die de gemeente meegaf, die ik hier genoteerd heb. We willen duidelijke en vooral ook eenvoudige criteria, goed te begrijpen en makkelijk uit te leggen ook. Hij moet digitaal raadpleegbaar worden, ook logisch, want dat doen we met bestemmingsplannen tegenwoordig ook. Er wordt altijd een soort college van vakmensen ingehuurd om de feitelijke toets te doen, de welstandscommissie. De huidige nota, goed als die is, wat ik net al aangaf, die wordt toch gezien als basis. Omdat er al jaren terug in deze nota, die van 2008, al een poging is gedaan om delen van de kern Bokstel welstandsvrij te maken. Daar heeft men uitgebreid over geëvalueerd en nagegaan hoe dat uitgepakt heeft, of er ongelukken gebeurd zijn, of dat het juist misschien wel de vrijheid heeft geboden die men ervan verwachtte. En daaruit is voortgekomen dat een eenvoudiger en duidelijker en toch wat vrijere nota moet worden, dus meer gebieden welstandsvrij maken. Nou, dan eventjes de ABC van hoe zo'n welstandsnota eigenlijk werkt. Je deelt de hele gemeente, zei ik al, het hele grondgebied in een aantal deelgebieden. Het buitengebied is bijvoorbeeld een mooi samenhangend en qua kenmerken samenhangend gebied. Maar de kernen zijn het ook, Bokstel, Liemde en Lennisheuvel zijn ook duidelijke deelgebieden.
Die deelgebieden die zijn dan weer in te delen in gebiedstypen, noem ik het maar even. Zoals er zijn ja, het historisch gegroeide gedeelte van een kern. En of dat nou het Boksel is of Liemte, dat maakt dan even niet uit. Historisch gegroeid, organisch gegroeid, dus het oude, authentieke dorp. De tuindorpen, ook zo'n ja, bijna iconisch stedenbouwkundig geheel. Die als, ja, als zelfstandige eenheid mag zien. En zo zijn er nog veel meer. Van die verschillende gebiedstypen beschrijf je de kenmerken in zo'n nota. Beschrijf je ook de waarden, dus waarom je bepaalde kenmerken hoog acht. En dat verhaal, die analyse, die vormt dan weer de basis voor het feitelijke instrument. Het feitelijke beoordelingsinstrument. Die beoordelingscriteria, die baseer je dus op die kenmerken. Op de eigenschappen van een gebied. Maar er is ook nog zoiets als een beoordelingsniveau. Dus hoe, zeg maar, hoe streng kijk je als welstandscommissie of als gemeente naar een plan. En dat hangt dan weer af van de waarden die je erkent in een bepaald gebied. En welke ambitie je als gemeente hebt met een bepaald gebied. Ik heb hier eventjes een opzetje gemaakt. Misschien ook wel juist bedoeld om ja, de niet-vakmensen duidelijk te maken waarmee je nou eigenlijk te dealen hebt. Een gebouw kun je op drie niveaus kun je dat beoordelen of een plan. En dat begint met een, ja, de sociaal-culturele context van het plan. Dat is een beetje ja, een moeilijk begrip voor wat bedoeld wordt met wat in dat plaatje linksonder te zien is. Praat je nu eigenlijk over een kerk? Praat je over een raadhuis? Gaat het om een woning of gaat het om een schuurtje? Dat zijn zo'n beetje de beelden in dat kleine fotootje. Vervolgens kijk je naar hoe dat object, dat plan of dat gebouw in zijn omgeving staat. Dus dan komen die gebiedskenmerken weer heel erg aan de orde. En tenslotte kijk je naar ja, de merites van het plan van zichzelf. En daar heb ik aan de rechterkant eventjes een soort collage van neergezet. Als karikatuurtjes. En het gaat dan telkens om een soort schaalbegrippen. Vier paren. Maat en schaal. Er zijn nogal wat lastige begrippen ook. Maat, het gaat eigenlijk alleen maar over de hoegrootheid, hè, over de feitelijke maat, die overigens vaak ook in het bestemmingsplan al geregeld is. Schaal is toch wat anders. Dat is namelijk de manier waarop een volume ingedeeld is, of een vlak verdeeld is, geleend is. Dus dat is het eerste paar. Het tweede paar is vorm en gebaar. Waar richt het gebouw zich op en hoe staat het in de omgeving? Welke houding neemt het eigenlijk letterlijk aan, hè? Nou, dan kennen we het begrip bouwstijl allemaal. Hè? Je hebt gotiek en romaans. Romaans en gotiek moet ik eigenlijk zeggen. Nou ja, vervolgens allerlei modernere stijlen. En tenslotte, en dat is last but not least zou ik bijna zeggen, materiaal en kleur. Dus dat zijn wat mij betreft ja, de belangrijke zaken die je in elk geval in beeld moet brengen bij het welstandsbeleid en de toetsing voor een plan. Nou, nog eventjes die beoordelingsniveaus. Hè. Hoe streng kijk je als commissie of als gemeente? Er zijn door de VNG zijn er vier niveaus aangegeven. Je hebt het reguliere niveau. Dat is eigenlijk ja, het gewone normale beoordelingsniveau. Je kunt ook een ambitie hebben waarbij je zegt, nee, van, we moeten daar een toch wat bijzondere toets aan toekennen, wat strenger kijken. Met als doel dat het nieuwe object een bijdrage levert aan zijn omgeving. Aan de andere kant kun je ook juist heel licht toetsen en dan zeg je van, nou, weet je, als het plan maar niet stoort, dan is het al mooi genoeg. En tenslotte zijn er gebieden waarvan je zegt, van, om welke reden dan ook, die laten we helemaal vrij. En dat kan zijn ja, omdat het eigenlijk niet relevant is wat daar gebeurt. Omdat het bijvoorbeeld helemaal ingesloten is door, nou ja, bos, zeg ik maar, bijvoorbeeld. Of dat je zegt van, nou, we hebben daar zo weinig grip op en daar willen we eigenlijk ook geen grip op hebben. Er is geen risico op ja, ongelukken, om zo maar te zeggen. Het kan ook andersom werken. Je kunt ook zeggen, nou, we dagen daar, laten we zeggen, de architecten uit om juist met een heel fris en ja, misschien wel heel nieuw, innovatief ontwerp te komen. Laten we het maar als een soort experiment zien. En wie weet wat het oplevert. Nou, dan eventjes nu naar het bokstelse. Aan de rechterkant ziet u het aantal gebiedstypen wat nu in de huidige nota wordt benoemd. Ik heb ze even ingedeeld naar het buitengebied en de kern. En van de kern dan weer gezegd van ja, is dat het organisch gegroeide gedeelte of gaat het om wat grootschaliger, planmatig wijken die in één keer zijn neergezet in een bepaalde stijl of opzet. U ziet aan de kleur wat ik er eigenlijk mee wil. Dat heb ik vorige keer ook laten zien. Daar hebben we het uitgebreid over gediscussieerd met elkaar.
En het is eigenlijk niet heel anders geworden. Wat u in groen ziet staan, dat zijn de legenda-eenheden, hè, de gebiedstypen, die we nog steeds onder welstandstoezicht zouden willen plaatsen, of onder welstandsbeleid willen plaatsen. De rode teksten, de rode gebiedstypen, dat zijn eigenlijk de gebieden waarvan we nu voorstellen om die welstandsvrij te maken. En dat sluit dan inderdaad aan op het experiment voor de wijk Oost, zoals die hier al langer welstandsvrij is. Nou, dan ziet u ook nog twee gebieden in blauw staan. Dat zijn de bedrijventerreinen en de kantoorlocaties. Als ik naar de oude nota kijk, dan zijn heel veel legenda-eenheden onder bedrijventerrein. Die hebben maar betrekking op één kavel met één bedrijf of één kavel met één kantoor. Als je dat op het kaartbeeld van Bokstel projecteert, hè, dat uitgangspunt. Ik zal straks het kaartje laten zien. U zag net een aantal in rode tekst uitgevoerde gebiedstypen. U vindt ze hier terug. En even daarachter gezet om welke soorten gebieden dat er gaat. Wat houdt dat dan in? Traditionele blokverkaveling, dat is ook een vrij cryptische term voor iemand die niet gewend is om met deze materie om te gaan. Nou, dan praat je vaak over wijken van de jaren 60. En als voorbeeld noem ik hier de Sint-Willebroordstraat en omgeving. In feite, u kent die wijken allemaal en dat wijst denk ik de weg vanzelf. Dat zijn in feite allemaal gebieden, de bovenste groep woongebieden, die planmatig zijn ontstaan in een grote greep, zeg maar. En met met bepaalde stedenbouwkundige inzichten. En waarvan we achteraf nu zeggen van nou, wat daar aan verbouwingen of aanpassingen is gebeurd de laatste jaren. Dat heeft nooit geleid tot problemen. Dat is in het welstandsoverleg uiteraard wel aan de orde geweest steeds. Dan komt er nog bij dat we een aantal groengebieden, recreatiegebieden, die staan er dan niet onder, sportcomplexen, campings en dergelijke, die vaak door beplanting zijn ingepast en waar weinig bebouwing op te vinden is. Althans, weinig permanente bebouwing. Dat we die vrij zouden willen maken. Dat geldt voor het woonwagencentrum wat er is. En voor parkgebieden en groenzones. Waar of ook wel heel weinig bebouwing staat en waar ook de visuele uitstralingseffecten van eventuele slechte keuzes, laat ik het zo maar noemen, toch weinig effect hebben. Ik moet er wel bij zeggen dat welstandsvrij toch niet helemaal welstandsvrij betekent, want zouden er inderdaad, wat dan heet in ruimtelijke kwaliteit, ongelukken gebeuren, dan heeft de gemeente daar altijd nog een, wat dan heet, een excessenregeling voor om achteraf corrigerend op te treden. Nou, hoe pakt dat uit? Ik laat u nu wat kaartbeelden zien. Zoals voor Bokstel, waar u in rood de contour ziet van, van de komgrens. En waar u in kleur ziet de gebieden waar nog, op welke manier dan ook, welstandsbeleid wordt gevoerd. De witte gebieden binnen de rode contour zijn daarmee dus welstandsvrij geworden. Wat u hier ziet, dat is de lichtbruine kleur, dat zijn de historische gebieden, dus organisch gegroeide gebieden. En je zou kunnen zeggen, nou, dat zijn nou echt de gebieden waar het karakter van Bokstel zich in uitspreekt. Dat is een gebied waar de gemeente heel trots op is en heel zuinig op wil zijn. En dat geldt ook voor de wat donkerder bruine gebieden, de instellingsterreinen, waar hetzelfde voor geldt. Nou, verder ziet u nog wat kleine vlekjes in roze, de tuindorpen. Die ook belangrijk genoeg zijn, weliswaar planmatig ontwikkeld, maar vaak zo kleinschalig en zo specifiek en bijna iconisch, dat die toch ook beschermd worden. In paars twee winkelcentra. Ondanks dat deze in Oost gelegen is, willen we daar toch welstandsbeleid op blijven voeren. Dat geldt ook voor de instellings- en schoolterreinen die daar liggen, die dus een belangrijke brandpunt in de wijk zijn en toch ook beeldbepalend, toch meenemen. Geldt ook voor het hoogbouwgebied, wat aanvankelijk welstandsvrij is gemaakt, maar waar ik zelf wat moeite mee had, voorgelegd heb aan u destijds vorig jaar. En dat werd ondersteund, dus we hebben het opnieuw weer onder welstandsbeleid gebracht. En tenslotte in geel een aantal zones langs de belangrijke hoofdroutes, die dus ook beeldbepalend zijn voor niet alleen de inwoners, maar ook de passanten door het dorp. En daar staan een aantal, in gemengde setting, een aantal panden. En dat groeit ook nog steeds, daar is veel dynamiek. En ook daar is het van groot belang dat daar op een goede manier mee om wordt gegaan. En dan draai ik het plaatje even om en dan ziet u dat heel veel in de kom onder het strenge regime valt. Met uitzondering van de kantoorlocaties, die lichtblauwe gebieden en hier het bedrijventerrein.
Met uitzondering van het bedrijfsterrein ook weer van de hoofdstructuur, waar een beeldkwaliteitplan voor is. En daar wil de gemeente ook graag een hoge ambitie halen. Nou, op eenzelfde manier hebben we dat voor de kern Liemde gedaan. Hier is ook de grote bruine vlek is ook weer het organisch gegroeide historische deel. En in donkerder bruin ook weer die instellingen, die hier maar in twee gebieden voorkomen. U ziet een paarse vlek aan de onderkant, dat is een bedrijfsterrein waar toch welstandsbeleid op wordt gevoerd. En een rood gearseerd gebied, tweemaal, dat gekenmerkt is door toch ook een aanwijzing als beschermd gebied. Ook hier hebben we weer zo'n beoordeling op liggen. En daarbij blijkt dat ook weer alles, met uitzondering van het bedrijventerrein, onder het strenge regime valt. Het blauwe terrein valt onder niveau 2, dat betekent gewoon regulier beleid. En de rest van de kom, ook hier weer, wit, namelijk welstandsvrij. Nou, tenslotte Lennisheuvel van de kernen. Ook weer hetzelfde verhaal. Een groot wit gebied binnen de kom. Maar met uitzondering van de historische zones waar we opnieuw weer streng op zijn. Want ook die worden in het donkerblauw weergegeven en worden onder het strenge niveau gebracht. Het buitengebied, dat is eigenlijk het overige gebied waar we het nog niet over gehad hebben. En daarin ziet u eigenlijk één homogene gebiedstype. In de vorige nota werd er nog onderscheid gemaakt tussen de verschillende gebouwsoorten. Hier is ook wel één bijzonderheid nog te noemen. En dat is het gearseerde gebied wat u hier ziet, die witte vlekjes. Dat is het in ontwikkelingszijnde of genomen landbouwlandgoed, waar een beeldkwaliteitplan voor is gemaakt. En beeldkwaliteitplannen zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, welstandsnota's, mag ik zo niet zeggen, maar daar is een kwaliteitsbeleid van toepassing. Ondersteund door vaak het bestemmingsplan en vormen in feite een externe bijlage van de welstandsnota. Dus de welstandsnota wijst ze aan als zijnde ontwikkelingsgebied met beeldkwaliteitplan. Nou, dat ziet u hier gebeuren, is ook zo beschreven. En vervolgens lees je in het beeldkwaliteitsdocument wat er bij dat plan hoort, precies wat er wel en wat er niet mag. En het hele buitengebied is dusdanig van belang geacht dat ook onder het strenge welstandsniveau valt. Vroeger was er wat onderscheid tussen de verschillende gebieden. Maar goed, dat gebied, dat onderscheid, dat was ook weer vrij genuanceerd, ook vrij arbitrair. En dat hebben we nu losgelaten en is alles onder één noemer gebracht. Nou, dan even naar de nota. Wat we nu gedaan hebben, dat is de kenmerken beschrijven per gebiedstype, zoals ik dat al noemde. Waarbij we telkens het tritje wat u daar ziet staan hanteren. Dan een korte alinea over de stedenbouwkundige aard en karakteristiek. Vervolgens iets over het bebouwingsbeeld. En tenslotte ook nog iets over de openbare ruimte. Want die trits, stedenbouwkundig patroon, bebouwingsbeeld en openbare ruimte, ja, die bepalen samen de ruimtelijke kwaliteit. Niettemin gaat die welstandsnota eigenlijk alleen maar over de bebouwing. Meneer Bruin, gezien de tijd. Ik ga nu snel afronden. De ruimtelijk minder relevante, zeg maar de onzichtbare gebieden, die hebben we welstandsvrij gemaakt. Mijn aanbeveling is wel om gebieden, bijvoorbeeld entrees van dorp of wat ook, waar je echt ambities hebt om dat niet via de welstandsnota te regelen, maar in een beeldkwaliteitplan, waarbij je ook de openbare ruimte bijvoorbeeld of stedenbouwkundige setting mee kan nemen. Ik sluit af met mijn credo, dat ruimtelijke kwaliteit, wil je die echt hebben, dan zal de initiatiefnemer toch een zekere vrijheid moeten hebben. Maar ja, de gemeente zal toch ook een zekere sturing willen houden om die vrijheid toch in goede banen te leiden. Ik dank u wel. Wie heeft er een vraag? Frans van der Heerde. Enerzijds geef je meer ruimte, vrijheid aan mensen. Dat voel je uit heel het verhaal. Aan de andere kant wil je ook controlerend zijn. En ik merk uit de nota dat er een heel stuk controle gaat naar de monumentencommissie. Het monumentenbeleid, het monumentenbeheer. En ik merk eigenlijk weinig dat er structureel ook in de nota gedacht wordt over de opbouw van die groep, die commissie. De structuur waarin hun oordelen toetsen. Heeft dat te maken met dit verhaal of is dat op een andere manier ingedekt? Ja, aan monumenten is speciale aandacht besteed in een bepaald hoofdstuk. Inderdaad is het zo dat de monumentencommissie in mijn ogen toch een zeer belangrijke taak heeft bij het beoordelen van plannen die te maken hebben met monumenten. Sterker nog, die groep is uitgebreid met wat de gemeente noemt beeldondersteunende of beeldbepalende panden. Er is een lijst, ook geactualiseerd.
met gemeentelijke rijksmonumenten en beeldondersteunende en beeldbepalende panden. En plannen die te maken hebben met die panden, die komen niet eens primair bij de welstandscommissie, die komen primair bij de monumentencommissie. Mocht de monumentencommissie nu besluiten, omdat er reclame gevoerd wordt, omdat er op een andere manier toch ook graag een welstandsoordeel wordt gevraagd, dan kan ook de monumentencommissie ertoe besluiten om het ook voor te laten leggen aan de welstandscommissie. Voor degenen die het niet helemaal meegekregen hebben, er wordt eigenlijk gevraagd naar de kwaliteit van de commissies. Ja, daar gaat u antwoord op geven. Wim Kanters, ik ben ambtelijk secretaris van de welstandscommissie. Het is zo dat we een verordening hebben op de monumentencommissie en daarin, nou, ik ken hem niet uit mijn hoofd, maar volgens mij ligt daarin de samenstelling. Het terrein, zeg maar, waar de commissie op adviseert, dus ligt daarin vast. En ik denk dat wij ook, ik ben af en toe ook wel eens bij de vergaderingen van de monumentencommissie. En dat wij een zeer kundige op allerlei deelterreinen die met cultuurhistorie te maken hebben, een monumentencommissie hebben. En kijk, sinds er is een aantal jaar geleden is de wet in die zin veranderd dat een advies van de welstandscommissie niet verplicht is. En dat was voorheen wel zo. En toen is al feitelijk, zeg maar, de werkwijze zo geworden dat meestal bij het verbouwen van monumenten, waar dus ook op grond van de regelgeving een advies van de monumentencommissie nog wel verplicht was, dat wij hebben gezegd van nou, om ja, efficiënter tijd en middelen om te gaan, leggen we die plannen, als dat kan, niet ook nog eens voor aan de welstandscommissie, tenzij dat noodzakelijk is. En af en toe zegt de monumentencommissie ook van nou, wij vinden dit zo, ja, zoveel te maken hebben met architectuur dat wij, want daar zit wel een restauratiearchitect in, maar ja, die kijkt dan op een andere manier naar zo'n plan dan de welstandscommissie. Wim van der Zanden, raadslid voor Balans. U noemt in uw toelichting beeldkwaliteitsplan, noemt u specifiek Ladonk. Wat heeft u gedaan met het beeldkwaliteitsplan voor Ladonk, waar in 2012 eigenlijk vastgesteld is? En ik zie toch een welstandstoets op niveau 1 en 2. En dat lijkt een beetje met elkaar te bijten. De namen van de beeldkwaliteitsplannen die u noemt, die zeggen mij even niet alles. Maar er zitten twee beeldkwaliteitsplannen nog in het welstandsnota. En dat heeft te maken met het criterium juridische status. De beide beeldkwaliteitsplannen die genoemd worden, dat is dus het landgoed Bloemendaal. En dat is niet de Munselse Hoeve, maar het In Goede Aarde. Dat zijn de twee beeldkwaliteitsplannen die een juridische status hebben, die ook ondersteund zijn door een bestemmingsplan en die ook al zodanig benoemd worden. En er zijn wel meer beeldkwaliteitsplannen, daar hebben we ook uitgebreid over gehad. Wim refereert ook aan, laten we zeggen, onze overleggen. Uiteindelijk zijn deze twee alleen maar overgebleven, omdat na amper onderzoek bleek dat die anderen dus niet de juridische status hebben die je nodig hebt om daar een oordeel op te kunnen vestigen. Nog een aanvullende vraag? Ja, eigenlijk een hele simpele, want toen de beeldkwaliteitsplan destijds vastgesteld is, zijn er afspraken over gemaakt wat er vervolgens mee zou gebeuren. En is er tussen dat traject en het traject waar hier gelopen is, overleg geweest met de vertegenwoordigers van de ondernemersterrein? Want anders denk ik dat we dadelijk met heel ons verhaal van burgerparticipatie en de afspraken die we in het verleden gemaakt hebben, misschien toch wel heel veel consternatie gaan krijgen. Nou, het lijkt me op zijn minst goed om de gebieden waar u nou op wijst, die zouden ontbreken, om daar even een lijstje van door te geven. En dan moeten we even zien op welke manier we dat dan op zijn minst verwerken in het meest strenge regime. Dat kan ik me voorstellen. Maar een strikte verwijzing naar die beeldkwaliteitsstudie, dat kan alleen maar als die inderdaad vastgesteld is in relatie met een bestemmingsplan. Dat is de mores, zeg maar, bij welstandsbeleid. Nou begrijp ik, u heeft het aan uw bedrijven genoemd, het overlaaddonk, want dat verstond ik niet helemaal goed. Dat hebben we uitgebreid besproken. Dat zat ook aanvankelijk inderdaad in het plan in. En dat hebben we in een van de laatste overleggen hebben we dat toch geschrapt. Maar om die reden is ook de hoofdstructuur van het bedrijventerrein onder het strenge regime gebracht. Dat heb ik hopelijk laten zien. Daar is deze avond eigenlijk ook voor bedoeld, om nog opmerkingen te kunnen plaatsen. Hij is opgenomen en gehoord en daar wordt nog op teruggekomen. Deze meneer wil nog iets over zeggen.
Ja, ik wil daar nog een aanvulling op maken. Voordat de Raad een nieuwe welstandsnota vaststelt, is er nog een inspraaktraject verplicht. Want het is verplicht op grond van de woningwet. Volgende week dan krijgen we te horen hoe we hiermee verder gaan. Dat was een laatste vraag, mevrouw Van As. Hoe zit het met de welstand van bestaande gebouwen die bijvoorbeeld gesloopt worden? We hebben bijvoorbeeld, sorry, Helene Van As, CDA, zou ik er even bij zeggen. We hebben bijvoorbeeld een brief geschreven over een niveaugarage. Zit ook in het hele centrum dat beschermd is. Dat moet voldoen aan de welstand. Wat kunnen we daarmee doen? Kan de welstandscommissie daar iets aan doen? Nou, als het gaat om sloop en herontwikkeling van bepaalde gebieden, dan zou het een goede gewoonte zijn als de gemeente voor dat soort plekken een beeldkwaliteitsplan of beeldkwaliteitsstudie laat opstellen in het kader van ook weer waarschijnlijk een bestemmingsplanherziening die daarvoor nodig is. Als die er niet voor nodig is, dan nog lijkt het me verstandig om zo'n beeldkwaliteitsstudie te laten maken. Dan kun je exact voor die locatie veel gedetailleerder dan de toch globale receptuur die je in de welstandsnota aangeeft. Kun je aangeven wat je daar wil. We hebben er wel naar gekeken, maar het is niet uitgewerkt, omdat we daar toch, ja, het ging dan toch vaak om te kleine, onbetekenende gebiedjes. Je zou, als het om wat grotere ontwikkelingslocaties gaat, kun je ze, zoals ook dat voor de beeldkwaliteitplan is gedaan, gebieden kunnen aanwijzen als ontwikkelingslocatie. En dan kun je daar een specifiek, maar ja, ook weer op het moment en op de locatie afgestemd beeldregie voor opstellen. Maar nogmaals, het instrument beeldkwaliteitplan, wat je dan apart moet maken, speciaal voor die locatie, dat is daar dan toch de meest geschikte methode voor. Welstandsnota is niet geschikt om perceelsgebonden ontwikkelingen te sturen. Dat is gewoon te globaal en te specifiek. Nou, de laatste vraag dan. Doe ik hem wat algemener. Als de beeldkwaliteit van een bepaalde wijk of een bepaalde straat echt achteruit gaat door een bepaalde sloop die niet gedaan wordt of schermen die erachter staan en het wordt gewoon een zooitje al jaren. Wat kunnen wij dan doen volgens de welstandscommissie op welstand om dat aan te pakken? Nogmaals, ik kan eigenlijk alleen maar herhalen wat ik net zei. Ja, je hebt eigenlijk aan de welstandsnota dan niet veel. Het bestemmingsplan, dat is gewoon en bijlagen, hè, dus een beeldkwaliteitsstudie daarin. Is dan echt het geëigende instrument. Dankjewel, meneer Bruin. Ik wil graag vragen of Paul Segers naar voren wil komen namens de Welstandscommissie. Mijn naam is Paul Segers. Ik ben architectlid van de Welstandscommissie. De nota zoals we die op dit moment gebruiken geeft ons, naar ons idee, redelijk handvat om in de gemeente Bokstel de kwaliteit te borgen, om te zorgen dat je als Bokstelnaar trots door het dorp kunt fietsen, dat je weet dat de straten niet verrommelen. In de belangrijke gebieden kijken we daar wat strenger naar en in de gebieden die wat verder in de woonwijk liggen wordt daar veelal wat soepeler naar gekeken. Dan zitten we in welstandsniveau 2. We hebben ook nog een niveau 3 en we hebben een welstandsvrij niveau. We gaan nu in de nieuwe nota gaan we naar het niveau bijzonder, niveau regulier en niveau vrij. Ik heb eigenlijk, behalve een beschouwing, met name een aantal vragen. Wat mij opviel, als ik het vergelijk met de notakaart zoals we die op dit moment gebruiken, is dat het redelijk aan of uit is. Het is of streng of het is niks. Mijn vraag is eigenlijk, wat wil de politiek en wat wil Bokstel met de gebieden waar wij nu van hebben gezegd, daar hebben we zorg voor gedragen dat die niet verrommelen. We hebben 2 jaar geleden een rondgang gemaakt door Bokstel Oost met verschillende wethouders. Daaruit is naar voren gekomen, was de algemeen luidende conclusie, dat een succesvol experiment was. Naar oordeel van de welstandscommissie waren er toch wel een aantal punten waar wij een verrommeling zagen. En wij, is een keuze van Bokstel als je zegt we gaan het welstandsvrij maken. Maar zou het niet jammer zijn als gebieden als Seelissewal, Seelisse, Munsel, als daar op belangrijke straten de zaak enigszins verrommelt? Is dat een keuze
die we bewust maken. De Baander Vrouwenlaan en Munsel, dat zijn behalve de belangrijke doorgaande routes ook heel belangrijke straten die woonwijken ontsluiten, waar elke dag heel veel mensen doorrijden op weg naar werk en weer terugkomen. Is het een bewuste keuze om ook dat soort belangrijke ontsluitingswegen geheel welstandsvrij te maken? En hebben we volledig in beeld, want wij zien als commissie al die aanvragen die er worden ingediend. Ik zie een heleboel architecten zitten, die hebben meestal keurige plannen, maar er worden ook een heleboel plannen ingeleverd door mensen die dat aan de keukentafel hebben getekend of door nog derde partijen. Die zien jullie niet als burgers, maar als je in de commissie zit, dan zie je al die plannen. Als je weet dat die door de jaren heen allemaal gewoon gebouwd gaan worden, ben ik er toch een beetje bang voor dat in heel belangrijke straten zaak toch een beetje achteruit kan gaan lopen. Dat is één punt. Een ander punt. Ik hoor u net iets zeggen over burgerparticipatie. We hebben laatst Newtonplein, witgestukte blokken met hout opbouwen. Heel mooi, keurig verzorgd plan. En er zijn een paar mensen die hout opbouwen willen vervangen. Hoe kunnen we één gemeenschappelijke aanpak formuleren om zo'n mooie straat, om daar ook met één hand die verbouwing aan te pakken? Dat soort initiatieven die ontstaan bij ons aan tafel. Als die niet bij ons aan tafel zouden komen, denk ik dat die mensen elkaar niet zouden vinden. Dus dan denk ik dat het blijft bij losse plannen en dat het langzaam, want zo'n blok, de kwaliteit in de loop der jaren achteruit zal gaan. Dat hebben we niet alleen bij het Newtonplein gehad, maar dat hebben we bijvoorbeeld ook in de Zonnegolven, zelfde geval, opbouw op het dak. Kunnen we daar iets mee? Ja, daar hebben we als commissie aan meegedacht, we hebben meegeschetst en met bewoners een hele mooie oplossing gevonden die de ruimte biedt om uit te breiden, half, heel of helemaal niet, met alleen een overkappinkje. Voor iedereen een mogelijkheid zit erin en dat geeft een gezamenlijke aanpak. Die ontstaat er omdat die mensen bij ons aan tafel komen en de mogelijkheid ineens open gaat, want dat is nooit overwogen. Als dat niet bij ons aan tafel komt, omdat het hier een wit vlag is, dan mis je dat soort kansen. Want als dit een politiek bewuste keuze is, dan is het prima en is het niet aan de commissie om daar iets negatiefs over te zeggen. Want dat is een bewuste keuze. We willen alleen even aanstippen dat die dingen gebeuren, dat die dingen er zijn en dat het jammer is als je die mist in de toekomst. En misschien is er naast wat er hier in de nota staat, of met een uitbreiding daarvan, een mogelijkheid om in een minder dwingende setting misschien wel een plein te vormen, ontmoetingsplek te maken, of dat aan de welstandscommissie tafel is of ergens anders, of dat een andere naam heeft, om te zorgen dat burgers elkaar vinden in de ontwikkeling, in een gezamenlijke aanpak van hun straat of van hun woonblokken. Er is aangemerkt de spoorzone, die vinden we ook belangrijk, want we vinden dat doorgaand verkeer, of het nou door het centrum gaat of met de trein er doorheen gaat, vinden we belangrijk dat zij ook Bokstel van een mooie kant zien. Die vraag zou je ook over de A2 kunnen stellen bijvoorbeeld. Daar grenst Munsel aan met een enorm blok met geluidwalwoningen. Dat wordt helemaal welstandsvrij als iedereen daar zijn eigen ei op gaat leggen. Wat is de uitstraling naar de A2? Wat doe je met ontwikkelingen, nieuwe ontwikkelingen in die welstandsvrije gebieden? Als je daar als ontwikkelaar een rijtje van 5 verlopen woningen opkoopt, als je binnen het bestemmingsplan blijft, kun je daar dan welstandsvrij een nieuw rijtje neerzetten. De gebieden die net ontwikkeld zijn, zoals het gebied aan de Achterbergstraat, waar de woningen op dit moment worden gebouwd, maar waar volgens mij ook nog een kavel vrij is, hebben we een streng regime gehad op die panden die daar nu gerealiseerd worden. En het pand wat ernaast komt, die mag doen wat hij wil. Hoe zien jullie die overgang van deze naar de nieuwe nota? Is dat gewoon, die gaat op maandagochtend in en dan zullen we zien hoe dat gaat met de lopende aanvragen? Of hoe
Hebben jullie dat bedacht? Misschien kunt u die vraag beantwoorden. Als we daar niets voor regelen, dan is het inderdaad vanaf maandagochtend wat u zegt anders. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat als gemeente wil. Dus daar zal ongetwijfeld een overgangssituatie voor ons de voorlopende zaak ontstaan. Maar ik zeg dat nu uit ja, mensen zijn gedwongen in een nota de afgelopen jaren. En de buurman die mag dat ineens wel. En andersom. Een afsluiting. Wij hebben de nota zoals wij die van de gemeente hebben meegekregen de afgelopen jaren. Hebben met veel plezier en met veel toewijding hebben we die toegepast. Ik denk dat tot nu toe tot een heel mooi bokstel heeft geleid waar we allemaal trots op kunnen zijn. Dat ligt niet aan ons, dat ligt vooral aan de mensen die de tekenpen hanteren hier in de zaal bijvoorbeeld. Ja, ik hoop dat dat in de toekomst ook zal gebeuren. Dank u. Dank je wel voor heel veel tips en zaken die u nog aan ons meegeeft, die u opgemerkt hebt. U bezorgt ons veel huiswerk volgens mij. En er zijn een paar vragen. Wilt u nog even blijven staan? Jazeker. Vera Broens, CDA. Ik heb eigenlijk een vraag aan beide heren. Een van de dingen die u straks noemde was eenvoudig, beheersbaar en kwaliteit behouden. En uit uw verhaal hoor ik nu zorgen over de kwaliteit. En als raadslid vind ik het dan moeilijk om te bepalen, blijft de kwaliteit nu behouden? Of moet ik me als raadslid zorgen gaan maken over bepaalde gebieden waar de kwaliteitseisen wisselen? En dat is voor mij wel heel cruciaal hoe ik daarmee om moet gaan. Karel Voets, combinatie 95. Ik heb eigenlijk een aanvullende vraag. Als ik het verhaal goed begrijp, dan wilt je eigenlijk meer blauw op de kaart. Kortweg door de bocht gezegd. Het gaat er hier niet om wat ik wil. Het gaat erom wat u wilt. Ik probeer alleen maar aan te geven wat de gevolgen zijn. En van de witte gebieden kan ik u dat niet vertellen. Want dat is helemaal vrij. Dat is aan de markt, dat is aan de mensen. En de een zal die vrijheid op een hele keurige manier inkleuren waar je allemaal heel blij van wordt. En de ander zal die vrijheid nemen om misschien denkend vanuit zijn eigen woonkamer en vanuit zijn eigen tuin zijn eigen woonwens in te kleuren. Maar daarbij veel minder rekening houdend met wat je dan ziet als je vanaf de straat naar dat pand kijkt. Ik denk dat je als gemeente, als je trots bent op je wijken en op je straten, dat het niet vreemd is als je daar een bepaalde minimum kwaliteit vraagt. Want wij vragen, middels het bouwbesluit, vragen wij, die trap die moet zo steil zijn, er moet zoveel licht binnenkomen, de deur moet zo hoog zijn, et cetera, et cetera. Daar heeft niemand last van als je daar niet aan zou voldoen. Waar je wel last van hebt, als iemand een dakkapel van 12 meter breed op zijn huis zet. Want dan wordt jouw huis als buurman misschien wel 20.000 euro minder waard. Dat laten we dan los in die wijk. Dus dat wat je niet ziet, al niet op, dat ligt vast in landelijke regelgeving. Het is ook niet mijn intentie om daar iets aan te veranderen. Maar als je dan de dingen die je wel ziet, die van belang zijn voor de hele buurt, voor iedereen die er doorheen fietst. Als je die loslaat in het goede vertrouwen dat iedereen daar heel zorgvuldig mee om zal gaan, ja, dan kan het zijn dat je hier en daar voor verrassingen komt te staan. Is het nou niet nu het moment om aan de voorkant met burgers in gesprek te gaan over bepaalde wijken, bepaalde straten, laagdrempelig, zo dicht mogelijk bij die burgers om in feite tot een welstandsnota te komen, die eigenlijk hapklare brokken geeft voor een welstandscommissie, omdat ze zich daarin terugvinden? Ja, het zou fantastisch zijn als je als buurt collectief, ook weer, ik noem het woord plein maar even. Ik ken ook wijken waar ze inderdaad een dorpsplein hebben. En dan niet de ruimte, maar gewoon een plek waar mensen elkaar ontmoeten, een rondetafelgesprek. Waar je met elkaar die zorg voor je buurt op je neemt. En met elkaar misschien wel een soort beeldkwaliteitsstudie maakt, hè, met ondersteuning vanuit de gemeente wellicht, of een plaatselijk architect. Maar dat is nou precies dat stukje participatiesamenleving waar we eigenlijk mee aan de gang moeten.
Dankjewel, Bart Lauwers, D66. Toch nog een vraag aan de heer van de Welstandscommissie. U bent kritisch op welstandsvrij. Ik ben toch benieuwd hoe u aankijkt dan tegen dat experiment in Oost. Is volgens u na dat experiment nu dus de beeldkwaliteit achteruit gegaan in Oost? Of is dat niet echt merkbaar? Ja, ik denk dat je, als je daar doorheen gaat wandelen, dat je toch in een heel aantal straten dingen tegenkomt die, als ze bij ons op tafel waren gekomen, niet op die manier gerealiseerd waren. En er zitten ook een heleboel straten bij waar dat geen enkel probleem is. Nico Bulter, ik zou je kunnen zeggen, niet welstandsvrij, ik bedoel, welstandsvrij betekent niet communicatievrij. Dus in de zin van, eigenlijk als je zorg hebt voor de wijk, ja, dan moet je communiceren. Dus niet alleen zorg voor elkaar, maar ook zorg voor de wijk. Dat vind ik wel een mooie afsluiter, dankjewel meneer Bulter. Boeksels architecten op de achterste rij. Jullie zijn aan de beurt. Mijn naam is Hans van Stekelenburg, ik ben hier in 1958 geboren, dus ik woon hier al een tijdje en eigenlijk onderschrijf ik natuurlijk jouw verhaal, want inderdaad, er zijn natuurlijk een aantal straten die nu welstandsvrij gemaakt zijn. En als je hier al heel lang woont en ook nog hoopt hier heel lang te blijven wonen, dan wil je als bokselaar, in de eerste plaats bokselaar, in de tweede plaats architect, dat die niet welstandsvrij worden. Dus ik zou er echt heel voorzichtig mee omgaan. En ik denk wat dit dorp behoefte aan heeft, wat mij betreft in ieder geval, kijk, je kan vrijheid hebben naast structuur. Je moet eerst structuur hebben en daarna kun je vrijheid hebben. En er moet dus eerst structuur zijn. En die structuur die moet komen vanuit dit huis. En dan zeg maar niet direct door een gemeenteraad, denk ik, maar gewoon door een ambitieus en zeg maar door een ambitieus hoofd van de afdeling stedenbouw, hoe die dan ook heet, dat weet ik niet, maar die zou er één moeten komen, eventueel ondersteund door een vast stedenbouwkundig bureau. Hè. Zoals dat zeg maar in mijn begintijd als architect was hier zo, zat hier een inspirerend hoofd van de afdeling ruimtelijke ordening. En als je het niet wist, kwam één keer in de week kwam iemand vanuit Arnhem, kwam naar Boksel gereden en die gaf hele goede adviezen. En daarmee werd natuurlijk enorm veel structuur gegeven in dit dorp. En als er veel structuur is, kun je daarna mensen de vrijheid geven. Je moet die twee dingen nooit loskoppelen. En ik proef een beetje, zeg maar, hè, dat je dus dat er nu de stemming of de teneur is, dat je dus heel veel vrijheid kunt geven aan burgers, omdat dat waarschijnlijk goed verkoopt, politiek. Hè, maar ik bedoel, ruimtelijk is natuurlijk iets, je hebt natuurlijk met z'n allen een plicht om het dorp door te geven aan de generaties na ons. En dan moet je daar verschrikkelijk voorzichtig mee zijn. Dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen. En ik vind eigenlijk inderdaad, hè, dus het eerste is, als je meer welstandsvrij doet, vind ik eigenlijk dat, zeg maar, het is gesproken vanaf welstandsniveau 1. Ik zou zeggen, je moet nog een niveau hoger gaan. Er zijn natuurlijk een aantal gebouwen binnen Boksel die een bijzondere bescherming moeten krijgen. Want natuurlijk het auteursrecht wat op een architect zit, hè, of zijn creatie zit, zeg maar, is onvoldoende om zeg maar verkrachting van gebouwen te voorkomen. Dus je zou eigenlijk gewoon naar een niveau hoger moeten gaan. Er moet gewoon een lijst komen van gebouwen waar alleen in heel bijzondere omstandigheden aangekomen mag worden door zeer deskundige mensen. Nou verder, jij Frans zei het al, er zit altijd een probleem tussen de Welstandscommissie en de Monumentencommissie. Dat zie ik hier nog niet opgelost, zeg maar, in dit stuk. Dat zou er eigenlijk wel moeten zijn, wat mij betreft. Ja, dat is eigenlijk ongeveer wat ik wilde vertellen. Dus volgens mij moet er heel veel nog gebeuren. Heeft er iemand nog een prangende vraag die niet kan wachten? Anders wil ik met dank aan alle sprekers en alle mensen die meegedaan hebben aan de discussie, wil ik jullie allemaal danken. Ik kan zeggen dat de opbrengst van vanavond, die zal in de organisatie besproken worden. Er zijn voldoende wethouders en ambtenaren aanwezig die goed geluisterd hebben. Volgende week zal de wethouder Van Wanrooy, die zal aan ons mededelen hoe het tijdspad verder gaat. Dan wil ik alle mensen die speciaal hiervoor kwamen bedanken voor de aanwezigheid. Dankjewel. Boxstel.